Waar word jij gelukkig van? Waar ik gelukkig van word, is natuurlijk een heerlijk kopje thee. Maar ook vaak in combinatie met een mooi boek. Nou, dit is het boek Ikigai. Dat kwam ik tegen. En in het boek stond beschreven dat er een eiland vlakbij Japan is. Het behoort tot Japan. En het heet Okinawa. Op Okinawa wonen een heleboel mensen die gemiddeld heel oud worden. Hoe kan het dan dat ze zeg maar zo oud worden? Dus dat interesseerde me. En wat ik het allervetste vond, is dat ik ook las dat er een thee is die hun iedere dag drinken. En dat is dus zo'n pintje. Nou, die heb ik gelukkig hier. Want ja, toen ik het las en ik wist dat ik op theereis ging naar Japan, toen dacht ik, ja, die moet ik hebben. Hou je van groene thee met een vleugje jasmijn? Zou ik echt zo'n pintje aanraden. En hou je echt van uitgesproken, bloemig, jasmijn, over de top? Ja, dan zijn de jasmijnparels uit China. Ja, dat is eigenlijk dan gewoon de thee voor jou. Ik wens jou heel veel succes met experimenteren. Maar vooral ook met het genieten van deze heerlijke thee. Proost!